dat zag je als je stond. Oké, ja, dat is wel heel erg.
dag. Volgens mij nog twee. Toch het continu spannend aan het maken was met René, dat daar het verschil heel klein was, eigenlijk marginaal. En dan kunnen we eigenlijk toch concluderen dat het verschil op het rennen gemaakt is. Ja. Is dat ook jouw sterke onderdeel? Nou, het is inderdaad, het lopen is een van mijn sterkste onderdelen. Maar ik wist niet goed hoe goed René zelf was. Ik merkte meteen in het begin dat ik net iets sneller tempo kon houden en dat ik hopelijk hem daarmee een beetje kon aftroeven dat hij wat langzamer ging lopen. Ja, mooi om te zien. En ik heb het idee dat we hier toch met een zeer ervaren triatleet kunnen gaan krijgen. Dan ben ik ook niet naar de tijd. Ik keek even op de klok. Daar stond 1 uur en 52 minuten. En wat heb jij over je eindtijd te zeggen eigenlijk? Ik ben zeer tevreden over mijn eindtijd. Ik had niet verwacht dat ik namelijk onder de 2 uur zou zitten. En ook niet zo ver. Dan gaat hij met zijn hart. Ja, zeer tevreden. Dus wat is dit in relatie tot je persoonlijk record? Wat kunnen we dan daarover concluderen? Dat ik een heel goed resultaat heb neergezet. En dat ik dik tegen mijn PR zat. Nou, dat is toch mooi om te horen. Dankjewel Sander en gefeliciteerd met je overwinning.